Dit is Corine Delger uit Krimpen aan de IJssel. Ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom, een bindweefselaandoening waardoor haar gewrichten heel los in de kom liggen. Nou ja, eigenlijk leid ik een legaal losbandig leven. Daar komt het op neer. Toen ik 12 was, kreeg ik rugklachten. Toen ik 18 was, had ik mijn eerste rolstoel. Dus toen, echt vanaf mijn 18e is het begonnen dat het steeds slechter werd, zeg maar. Vandaag gaat ze met de burgemeester op pad. Een schouw, zoals dat heet, om te kijken waar het misgaat als je in een rolstoel of een scootmobiel door Krimpen gaat. Ze nodigde de burgemeester zelf uit. Je wordt natuurlijk al beperkt in je bewegingsvrijheid. En dan is het belangrijk dat daar wel rekening mee gehouden wordt als je dus toch wel gaat. Dat er wel aanpassingen zijn dat je gewoon ook, net zoals lopende valide mensen. Dat je kan zeggen van, ik heb eigenlijk geen problemen om van huis naar de winkels te gaan. Burgemeester Martijn Vroom neemt de uitnodiging graag aan. Maar het is voor hem en zijn wethouder nog best lastig, zo'n rollend bestaan. Zeker als je om de hondenpoep heen moet. En zo kun je ook zomaar veel last hebben van een lantaarnpaal waar je anders gewoon omheen loopt. Ja, het was heel leerzaam en ook heel leuk. Ik heb gezien dat op best wel veel plekken het goed is aangelegd hier in Krimpen. En op een aantal plekken die je niet verwacht, dat je dan toch letterlijk tegen de lamp loopt. Dus het is leerzaam, maar het is ook echt wel heel, heel leuk om te doen. En we hebben het net ook al met de wethouder afgesproken. We gaan het over een tijdje herhalen en doen het hele college. Corine is er dan zeker weer bij, want al vergt zo'n schouw heel veel van haar energie. Zij is niet het type dat bij de pakken neer gaat zitten. Je moet er toch nog wat van maken. Kijk, het leven houdt ook niet op bij een rolstoel, dus dat scheelt ook als je er zo in staat.